Ik heb een gedicht heb een keer gemaakt, dat moest over vuurjoch gaan. En ik leuf dat ook poëzie Veendam was of poëzie Pekel. En daar heb ik een persifloosje op geschreven, omdat er toch ook wel wat verschil van inzichten ben in dichterij en zo. Nee, Mozart dichters ollewetsen en nou, Koolzoor en zo, dat is dan een van de dingen die mag niet meer. En daar heb ik een gedichtje. Komt dat ook uit het buikje? Nee, komt nooit uit het buikje, nee. Maar ik vind het wel heel mooi, omdat Henk er ook in. En ik heb ook een gedicht van Henk er even meer gebruikt en verwerkt. Oh. Al verschillende dichters schrijven over hetzelfde onderwerp. Ja. En ik kan ook met een zijn, wat is nou mooi, ollewetsen of Nijmoodse. Ja. Zal ik dat in vuur lezen? Ja, toch maar. En dat heet Vuurjoor in dichterij. Het is een persifloosje. Vuurjoor scheel van koolsoort, noor en wiet, golben de koren van de notiet. Maak dook, la groot laad in november, snij viel er altijd in maand december. Dat had ik zo bedacht. Zulks wat wilden dichtersbozen nooit meer horen. Moest nooit of wat nijs in dichterij gebeuren. En dan ga ik verder met een stukje van Alder Dameling. Douw kregen dichters maar met zweep in beeld. En van ijs van knop op knop zorgen zij na de zender op. Door reageert Henk Puist erop. Gewoon niet maar spelen, heur kinder, zei hij. Gewoon maar mooi aan spelen. Het is nooit zo makkelijk als het misschien wel lijkt. En ja, Glaas die gaat toch weer over in. Schut, geut, put, but, scheut, hut. Schoonders op biggel, boonders op riggel van aasbest. Schut, rut in put, honder in hut. En dan kwam Rieks Holtkamp, die sloot af. Ik heb die wel deur, kouwnavel. Was het ons wie smoken dat vuur is?